De wijk Stelt-Zuid vormt een verbinding tussen de stad Nijmegen, het dorp Lent en het rivierenpark bij de Waal. Bij het maken van de wijk heeft de gemeente Nijmegen gekozen voor een nieuwe aanpak van bouwen. Het is een bijzondere opbouw geweest van deze wijk. Normaal gesproken gaan we eerst huisjes tekenen en daar een omgeving omheen tekenen. Maar hier hebben we eerst het landschap ingetekend en de lege plekken hebben we dan vervolgens gevuld met woningbouw. Dus het is een hele andere benadering geweest waarbij we vooral oog en prioriteit hebben gegeven aan het landschap. Los van het landschap heeft de gemeente in de wijk ook bijzondere huizen neergezet. Het bijzondere van de typologie woningen die hier in Stelt-Zuid aan wordt getroffen, dat zijn met name de dijkwoningen die we op de achtergrond hier zien, horen bij de stad, dus robuuste stenen woningen. En verderop zie je dus dan boomgaardwoningen, grensstaande boomgaard. En die refereren eigenlijk een beetje ook naar het verleden. Beeldtaal, dat zijn de schuurwoningen. Hier hebben kassen gestaan, hier hebben schuren gestaan. En de schuurwoningen waar ik op doel, dat zijn vooral referenties naar het verleden. Dus qua vormgeving doen ze lijken alsof het schuren zijn. Alleen, het zijn nu woningen. In het midden van de wijk is er een groene, maar niet traditionele ontmoetingsplek gecreëerd. We staan hier in de boomgaard. Dat hebben wij aangelegd. Dat hebben we niet zelf bedacht, want daarvoor hebben we de bewoners ook voor uitgenodigd. Normaal gesproken wordt er vrij traditioneel het groen aangeplant. Maar hier hebben we gezegd van, deze wijk verdient een boomgaard met fruitbomen. Nou, dat doe je niet altijd als gemeente, want dat vraagt veel onderhoud, geeft ook vaak overlast, mensen gaan bellen. Dus we hebben aangegeven van, dat doen we alleen maar als er ook de bereidheid is bij bewoners om daar zelf onderhoud aan te plegen. En de bereidheid was aanwezig. We zijn genomineerd voor de Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit 2022. Vrijdag zullen we met een pitch het plan gaan presenteren. We zijn niet alleen genomineerd, er zijn nog 14 andere projecten genomineerd. Maar dit is gewoon het mooiste plan, dus ik verwacht wel dat we ook weer gaan winnen. Half december wordt bekendgemaakt wie de prijs heeft gewonnen.